In het land van Tartarin, de Tarascon, zocht ik een auberge om te overnachten. Ik ben niet wat men daar graag noemt, un beau garçon. En mijn Frans munt nauwelijks uit, door rijkdom aan gedachten. Niet zonder schroom vroeg ik een 16-jarig kind. Mademoiselle, je cherche une aubergine. Ze lachte schaterend, ik was meteen haar vriend. Want zij wist nog van geen beau garçon, nog van d'esprit qui fait le ton, waarmee de Fransen ons respect zozeer verdienen. Zij lonkte, je m'appelle Marie, et vous eh bien, je dirais, chérie. Au revoir Marie, ma jolie, au revoir, ne m'oublie pas. Garde ton air de jeune fille, ma jolie pour moi. Ik bleef een week daar in het land van Tartarin. En elke dag trof ik mijn lachende Française. We maakten wandelingen, la main dans la main. En met z'n tweetjes zongen wij de Marseillaise. We aten kersen en frambozen bij het pont. Terwijl zij mij de namen van de bloemen leerde. Ze zei, ik dacht eerst dat ik haar niet goed verstond. Ik leek wel wat op Jean Gabin, haar aangebedene enfant, het type man dat zo onuitsprekelijk vereerde. Mon cher enfant, zei ik, mais non, ik lijk echt meer op Michel Simon. Au revoir Marie, ma jolie, au revoir, ne m'oublie pas. Garde ton air de jeune fille, ma jolie pour moi. In het land van Tartarin, de Tarascon, kwam toen de dag dat ik mijn Française moest verlaten. De zomerzon scheen op het haveloos station. En voor het laatst klommen wij samen door de straten. Nooit meer vergeet ik hoe ze op haar tenen stond. Haar kinderogen vol met veel te grote wensen. En voor het eerst was er geen glimlach om haar mond. Maar met haar hele 16 jaar was er alleen maar au revoir. Want liefde is alleen gemaakt voor grote mensen. Eens wordt zij 20, maar daar ginds in Tarascon krioelt het van die diep verwenste beau garçon. Au revoir, Marie, ma jolie, au revoir, ne m'oublie pas. Garde ton air de jeune fille, ma jolie.